Hallo buren, mijn naam is Delian de Gier en ik ben het contactpersoon voor de buurt. Vandaag neem ik jullie mee ter kennismaking met Patrick de Zijn. Hij is de hoofduitvoerder bij Nagemaat en hij gaat ons alles vertellen over de sloop. Ga je mee? Nou, goeiedag buren, ik ben Patrick de Zijn van Nagemaat. Ik werk hier ongeveer 10 jaar bij de firma. Ik ben hier momenteel de uitvoerder op het project van de Ivoordreef. Nou, zoals jullie kunnen zien is het de flat aardig groot. Dat hebben jullie eigenlijk zelf ook kunnen missen hier. We gaan beginnen eerst met alle ramen, alle gevaarlijke delen, alles te verwijderen. Dat er alleen een kastklomp, betonnen skelet overblijft. Dan gaan we aan de kant van de weg. Daar gaan we beginnen. Dan gaan we vanaf die kant naar de andere kant van de flat. In gedeeltes de flat decorteren. Nou, onze grootste uitdaging hier op deze flat van de Ivoordreef is toch wel hier de kopse kant. Omdat je kunt zien, hij is 10 verdiepingen hoog en de doorgaande weg hiernaast ligt heel dichtbij. Ja, en dat moet op een verantwoorde manier. Bij de start van de sloop halen we vaak de woningen leeg. Vaak komen we daar ook wel bijzondere dingen tegen, waaronder ik hier ook een soort van projector heb gevonden. Momentje. Dit is een projector. Ja, die is mensen dat achterlaten, dat snap je af en toe ook niet, maar het gebeurt wel. Mocht je er interesse in hebben, dan ik zou zeggen, meld je bij Delian. Het mooie van deze flat is dat er ook heel veel materialen uit te halen zijn die her te gebruiken zijn en ook hergebruikt gaan worden. Waaronder al die grindpanelen die eraan hangen, die worden allemaal netjes gedemonteerd. Daar hebben we tijdelijk verderop een veld voor gemaakt. Daar worden ze allemaal netjes opgeslagen. Heel veel hekwerken in, die worden allemaal hergebruikt. We hebben al een gedeelte van de hekwerken hebben we al gedemonteerd. Slaan we hier tijdelijk op. Daarna gaan ze naar een metaalbewerker. Die maakt ze helemaal schoon, haalt de roest eraf. Wordt opnieuw een kleurtje aangegeven, wordt aan elkaar gemaakt. En dat nieuwe hekwerk wordt straks in de nieuwe wijk ook weer toegepast. Inclusief grindpanelen. Nou, zoals jullie wel kunnen zien, tijdens de bouw staan er hier heel veel bakken. En dat is ook gewoon puur omdat we heel veel grondstoffen doorscheiden van elkaar voor hergebruik. Waaronder ik een bak heb staan waar al de kunststofkozijnen in gaan. Kunststof wordt gescheiden van het aluminium wat erin zit, wordt weer hergebruikt. Een bak met glas, een bak met hout, ijzer. Nou, dan hebben we van al die containers hebben we nog één bijzondere container. Dat is deze container hier, die zit een hele grote zak in. Daar gaan we asbestafval in. Binnen zit er ook wel jammer genoeg asbest die wij op een verantwoorde en veilige manier verwijderen. Nou Patrick, dankjewel. Super leuk dat je ons mee hebt genomen. En dat we ook gewoon nu meer weten wat jij als hoofduitvoerder voor werk doet en waar jouw verantwoordelijkheden liggen. En natuurlijk dat we als buurt met jou kennis mochten maken vandaag. Dankjewel. Ja, graag gedaan.